Leuk dat jullie er zijn, leuk dat jullie kijken. We zijn op weg naar Harderwijk. Een beetje op een snelheid. Richting Harderwijk. Kampeerwinkel Hendricks, we zijn er nog nooit geweest. Hebben we wat nodig? Nee, totaal niet. Maar jongens, met dit ongelofelijke pleurisweer, het is toch verschrikkelijk. Dus we gaan gewoon eens even kijken, we gaan even erop uit. Dat moet toch wat te doen hebben. Dus hey, leuk dat jullie kijken. 6 kilometer doorrijden op de A7. Je mag er 100, jongens, echt. Waarom? Mensen hebben echt een leesprobleem. Overal staan die borden 100. En wat rijden we? Nou, 93. 90. Net hebben we nog 88. Nou, jongen, dan kan ik me compleet opvreten. Geef gas of ga met de trein. Nou goed, dat ben ik. Ik ben dan de risser waarschijnlijk. Maar ik heb zo, als je niet meer in staat bent om auto te rijden, of je snelheid te rijden, met de bus, openbaar vervoer, gratis kaartje voor een jaar, waarover zei ik af, maar laten ons mensen die wel durven, al doorrijden. Kijk, rijden met een vrachtwagen, moet je gewoon je netjes je snelheid rijden, krijg je alle ruimte van mij. Dat is helemaal geen probleem. Caravans, campers, de hele ruimte moet uit, die mag gewoon niet harder. Maar als jij op de A 100 kilometer wegrijdt, waar ik overigens denk dat we gewoon 120 kunnen, maar goed. Dit ben ik zit niet in de politiek. Maar dan denk ik bij mij eigen van, dan ga je eigenlijk rijden, je rijdt 80 waar je 100 mag, je krijgt irritatie bij je medeweggebruikers. Gok ik, denk ik. Rij ik nou perfect? Nee, verre van dat, mensen. Nee, absoluut, ik maak ook fouten. Maar ik rijd wel mijn snelheid. Dat vind ik gewoon belangrijk. Kijk, dat je een keer een foutje maakt, een richting aan vergeet, weet je, boeien. En die gaat nog eventjes zwemmen, kitesurfen. Dus, maar goed. Ik ga even mijn aandacht erbij houden, jongens. Dat genoeg om op te doen vandaag. Gaan verder. Ik hoef geloof ik niks meer toe te voegen. Godsamme kleren, jongens. Kom op. Ja, ik ben hier nog nooit geweest, dus we gaan eens even kijken, mensen. Wat is. Het ziet er wel leuk uit. Ze hebben wel verschrikkelijk veel mensen hier al. Ja, absoluut. Dit is gewoon duur, mensen. Dat scheelt gewoon bijna 10 euro met de opening. Het is echt duur. Nou, eerste indruk van deze winkel, mensen. Leuke winkel. Even het afstapje letten. Maar, ja. Merken, dure merken. Maar wel leuk. Kijk. De opzet is wel heel leuk. Leuk gedaan. Hadden we dat nodig vandaag? Nee, totaal niet. Maar ja, doe eens gek. We gaan eens even bij de tenten kijken, even neuzen. Opa zit. Oma zit ook. Oh, dat mag ik niet zeggen, want dan gaan mensen weer klagen. Nee, die oude diesel. Die oude diesel, oh ja. Ja, nee. Oh ja, hoe vond je dat ik dat zei? Was je daar toen heel boos om? Nou, ontzettend. Ja, echt jongens. Het schuim stond om de mond. Echt, omdat ik, hoor. Dat was een oude diesel. Dus ik was een hork, volgens, hoe heet ze ook alweer? Die met die poedels? Nee, niet met die poedels, hoe heet ze weer? Met die tekkels. Die vond me een hork, maar ja, haar man was ook een hork, zei ze. Och jezus, ik zeg alweer veel te veel. Nou, dit worden weer klachtmails natuurlijk en brieven. Ik word weer ontvriend door mensen. Dus, maar goed, dat boeit me geen ene bal. En mij ook nee, niet. Nee, dus ik heet LPG, zij heet nu diesel. Maar kijk mensen, ik zal even... Ik kom toch echt niet van mijn stoel af. Kijk eens eventjes jongens, dit waren wel de tenten. Toen ik nog jong was, onder de 50, had ik ook zo'n Isabella tent. Die leek een beetje op die. En jongens, het was wel een kwaliteitstent hoor. Maar, net wat ik zeg, mensen zetten hem verkeerd op. En daar gaan ze stuk van. Read the fucking manual, hè, zeggen we dan. Maar goed, het was wel een hele mooie tent. Maar om nou nog te kamperen en 2 weken op een camping te staan? Nee. Wil jij op een camping? Nee. Nee, met, maar goed, je krijgt wel een beetje het vakantiegevoel hier. Dat, je kan deze winkel ook niet vergelijken met Obeling, absoluut niet.
Het ligt een beetje tussen Obeling en De Wit in Scheidelin. De Obeling is eigenlijk een winkel, daar ga je heen om... Ja, je hebt niks nodig en je komt toch met een hele bult terug. En voor de goedkoopte, want echt mensen... Die vanmiddag, of vanmiddag, oh, maar ik begin helemaal raad te houden. Ik ben op vakantie toe. Die pots die, van Tedford, ja, die zijn 17,5 euro. Tenminste, dat waren ze bij Obeling. En hier 28 euro, dezelfde. Is 10 euro verschil. Nou, dan kun je wel, als je daar toch bent, gelijk even een voorraadje meenemen. Dat, maar goed, persoonlijk vind ik De Wit in Schijndel, ja, een mooiere winkel. Ook betaalbaarder, mega groot uiteraard. Maar ja, voor campers veel meer te krijgen ook. Het is echt meer een outdoor. Het is wel een winkel, vind ik, De Wit, waar je gewoon veel meer overzicht hebt. Netter. Ja. En ja, en Obeling is gewoon, ja, net een little. Hè? Dus, we gaan even verder kijken weer. Zo, nou zitten we even in een andere locatie. Maar we over alles proberen. Mensen, ook zal die camera's even hoger zetten. Zo, zien jullie de lelijke kop van mij tenminste beter. Kijk, zo ga ik nou met mijn zus kamperen. Hè, Miri. Met Miri kamperen, dat is altijd gezellig. Weet je waarom? Heb ik de rommel niet? Zo, ik mag er wel eens wat aan gaan doen, zeg. Jezus, zie ik. Maar goed, het goed leven. En, weet je, als wij met Miri weggaan, is het altijd leuk. Dat is altijd gezellig. Maar we moeten eens kijken, mensen. Als je nou toch machtig mooi weer hebt, wat ben jij nou aan het doen? En je zit zo lekker buiten te eten, dat is toch geweldig buiten eten. Ja, met de camper doe je er niet zo gauw een tent op zetten. Maar ja, wij zaten vroeger ook zo. Maar als ik naar de camping ga, ga ik met Miri en Willem naar de camping. En dat is dan meestal die, hoe je spreekt het uit, de fruitwieken, wieken. Maar dan moet alleen, hoe heet je ook alweer? Die man van Astrid. Ja, hoe heet hij? Ja, die man van Astrid, dan moet hij alleen niet zo snark over die energieprijzen. Dan, dat zal dan top zijn, maar goed. Dus, maar dit is toch gezellig. Je krijgt toch echt dat campinggevoel in, mensen. Heerlijk. Ik wil zeggen, mensen, dat mijn tafel op de camping nooit zo gedekt is. Hè? En dat is een redje toe. Maar het is wel een heel leuk bord, moet ik zeggen. Dit is wel heel grappig, dit. Dallas Blauw. Ja. Wat staat erop? Een showmodel. Oké. Okay. Ja, dit is wel heel grappig, jongens. Dit. Ja, ik vind het wel een leuk bordje. Dat is dit voor hebben dingen. Ik zie een rommel. Ja. Ja. Wat heb jij voor bord daar? Oh, je hebt ook zelf. Ik heb ook een Delftse blauw bord. Oh, wat leuk. Ja, leuk. En hier heb je nog een andere. En, die had ik net toch ook hier. Oh, dat is een bord. Hetzelfde. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel gezellig, zo'n Delftse blauw bord. Ja. Op de begaande grond. Op de begaande grond. Nou, gaan we zo even kijken. Dat, dat ik eigenlijk praktisch in dezelfde tent, die ik 10 jaar terug ook had, sta. Eigenlijk, dat is toch geweldig. Wij hadden precies dezelfde. En alleen wij hadden dan een ander soort frame, een glasfiber. 3 keer zo licht, veel beter. Maar moet eens kijken, jongens, dit ruimte hadden we gewoon. En dan kon je, nou ja, dit kun je dan helemaal uitgooien. Dat, het ritje kun je eroverheen hangen, heb je ventilatie. Je hebt dan 4 deuren erin. Maar moet eens kijken, mensen. En ik had ook zo'n uitbouw erop zitten. En daar sliep Sjaak toen hij nog een kleintje was. Hadden we daar zo'n, hoe noem je dat ding, ledikantje zitten. En dan sliep hij altijd. En later hadden we daar de televisie in staan. Dit is dan een slaaptent. Maar we kijken wat een ruimte je hebt. Ik ga even buiten kijken. Eens kijken, mensen. Dit was de totale oppervlakte. Want die luifel had ik er ook bij. Eens kijken wat je hebt aan gemengen. Hoeveel meter zal dat ook weer zijn? Zo, even uitpassen. Nou, zeg ruim gemeten 6 meter. Nou, had je er wel bij. Dus, nee, dat was echt ideaal. Ideaal, mensen. Kijk, mensen, ja, dit is toch. Dit had je vroeger niet in mijn tijd. Dit is een ontpompbare. Moet je kijken, joh. Dat is toch geweldig, weet je. Dit gewicht. Uiteraard moet ik er even aan zitten. Oh, wat leuk. Ja, nou, dat is echt leuk, mensen. En moet je eens kijken, mensen. Kijk. Dit is nou dit stukje, dat stukje leer wat erin genaaid is. Dat is nou typisch de Isabelle kwaliteit. De details. Dit zit steviger dan elk rammelding hier wat over je dak zit. En daarom koos ik voor Isabelle. Nou, als het dan toch een tent moet zijn, dan heb je nou tenminste nog een beetje tent, weet je. Een beetje opblaasbaar. Er zit nog een luifeltje aan. En weet je, kijk mensen, op zich vind ik dit wel heel mooi, dat opblaasbare. Maar ja, als ik op vakantie ga en je ziet hier zweetdruppels, dan gaat er iets niet goed. Ik zou dus gewoon een compressor meenemen. En die zal je ongetwijfeld hebben hoor, met een duikfles en weet ik het allemaal. Maar
Nee jongens, ik hou het toch bij de camper. Als een, en als de camper een stuk is, dan misschien nog een caravan. Maar dan wel toeren. Dat, ik, heb het, ja, ik heb het zelf en dat zal niet iedereen met me eens zijn. Maar als ik ergens 2 dagen sta, dan wil ik door. Dan heb ik het wel weer gezien. Dat doorreizen, een nieuwe omgeving. Ja, dat, met een camper gaat het gewoon makkelijker. Dus, en ik heb mijn laadvermogen aan mijn camper is gering. Dus ja, je kan niet alles mee. Dat is keuzes maken. Dus, maar goed, het regent. Je voelt het regen. Of je voelt, joh, maar als je water voelt, gaat het niet goed natuurlijk. Maar je hoort gewoon het regen hier op het dak zitten, want we zitten op de bovenste verdieping. Nou, het is net vakantie. Het, dus ja. Met Meri zou ik hier overigens ook nog wel heel prima van maken. Want Meri kan goed koken. Nee, oh, nee, dat mag ik ook weer niet zeggen natuurlijk. Yes, je mag niks zeggen. Nee. Ja, met Meri zou ik hier wel een paar dagen kunnen van maken. En met Jolanda uiteraard ook natuurlijk. Hè. Dus oude dieseltje. Mama, zo mee? Nee, dit is het doel, schoonmoeder is mij. Ja. Ja, loop hem. Zo, nou, deze camperzaak hebben we ook gehad. Conclusie, op zich een leuke zaak, maar prijstechnisch nou niet echt de goedkoopste. Gemiddeld zit er dus ja, wel een paar eurotjes tussen. Zou ik hier nog gauw teruggaan? Nee, ik blijf het toch bij De Wit of Obeling houden. Gewoon puur voor mijn portemonnee en die vind ik best wel belangrijk. Dat, we gaan de auto weer starten en we gaan lekker naar huis toe.